What is up YouTube? Het is je favoriete Pompert, back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs. Oh, hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoe is het dat? Zoals jullie kunnen zien, fucking tyfus regen. Het was net nog droog vanmorgen toen ik begin. Oh shit. We zijn gelijk gedemonetized. Schelden binnen de eerste 30 seconden. Lekker pik. Gaat goed. Anyway, het was vanmorgen droog. En ik dacht op de bijenradar te zien dat het een beetje plaatselijke bijtjes waren en dingen. Maar ja, hoe het er nu uitziet, behoorlijk grijs. We hebben een beetje haast. We moeten nog even snel Mokum uitlaten. En daarna moet ik werken. Maar gisteren is gereden met die boys. Zaka, Zoef, Mems, Halim. En Jur, lekker hè? Zakaria, Mehmet, Halim, Sofiane en Jan. Ja, een lekker multicultureel groepje was het. Nee, het was gewoon gezellig met die boys van vroeger even pompen. En Halim zei ook al in de app van ik denk dat het de laatste dag is. Want het ziet er heel slecht uit op de buienradar. Het gaat namelijk vannacht en of morgen gaat het gewoon sneeuwen. Dus ik hoop dat het wel echt goed gaat sneeuwen. Dan kunnen we in ieder geval wat slee content maken. Maar dat wordt waarschijnlijk wel de laatste keer dat we kunnen rijden. Ik hoop wel dat jullie het kunnen zien hoor. Met die fucking... Ah ja, die regen op die lens is altijd kut. In ieder geval, waar we het vandaag eventjes over moesten hebben boys. Mijn achterband is trouwens glad. Woe! De Gen 3 Busa launch. Ja man, Gen 3. Wat vinden jullie ervan? Ik heb één renditie gezien met Brox uitlaat, verlengd, verlaagd, verlaagd zadel. Dat zag er wel dik uit. Die zal ik ook als thumbnail zetten. En voor de rest, ja. Ik denk dat we even af moeten wachten boys, hoe die in het echt eruit ziet gewoon, voordat we gaan oordelen. Maar ik vind hem wel echt super dik, nu al. Ja, het lijkt heel veel op de Gen 2 en de Gen 1, eens. Het ziet er wel een stuk moderner uit. Het is niet de techniek die ik had gewild ook eigenlijk, maar goed. Hè, what can you do? Ik ben, en het rare is ook, dus de Gen 1 was 180 pk of zo, de Gen 2 197 en de Gen 3 190 pk. Minder koppel, minder topkoppel, minder topvermogen. Maar meer verspreid zeg maar in het laag en het middensegment. Ja, ik weet het niet. Ze moeten maar gaan kijken met tunen wat ze ermee kunnen doen. Voorlopig vind ik het gewoon dik. Zeg ik, laten we niet te bevooroordeeld zijn op de looks alleen. Laten we het eventjes afwachten. En wat ik heb gelezen. Het schijnt de meest aerodynamische motor te zijn ooit ontworpen. Dus dat betekent wel dat alle onderdelen... functie hebben zeg maar, dat vind ik dan ook wel weer tof. En je moet even voor je zien hè boys, je ziet nu die kleurstellingen, wit, zilver en zwart hebben ze gelaunched. Ik vind die zwarte met oranje komt dan het dichtst in de buurt bij wat ik mooi vind, maar besef, als alles wat oranje is, als je dat hoogglans carbon fiber hebt, ja man, kijk, dan wordt het alweer een hele andere Gen 3, snap je, dan in plaats van met dat lelijke oranje zeg maar. Daarom zeg ik, we moeten het maar eventjes afwachten, we moeten maar kijken. Jongens, wat een vies weer man, wat een vies weer. Maar ja, Gen 3 Lounge Boys, ik ben echt enthousiast man. Eindelijk na al die jaren, ik hoop wel dat er snel wat van die boosters op straat komen, het zal wel. Ah ja, ik wou nog straks eventjes een stukje gaan rijden. Maar is de deur open, of niet goed dicht, laat ik het zo zeggen, haar deur niet goed dicht. Ik wou nog even een stukje gaan rijden straks, maar hoe het er nu uitziet boys. Heel grijs, heel erg grijs. Dan gaan we even een rondje door de stad toeren, kijken hoe het met Jack is en met zijn niffo's. Ja, het wordt wel weer fris ook hoor. Ik hoop wel echt dat het goed gaat sneeuwen boys. Dan gaan we naar Snow Planet. Maken we een fucking dikke schans, nemen we een schans mee ofzo. En dan met die bokkerrol, gewoon jumpen. Ik heb jullie trouwens niet verteld, hè, want niet iedereen kijkt de livestream, snap ik wel. Ik zat nog eventjes te kijken naar mijn bokkerrol. Mijn bokkerrol is een of ander sneeuwvoertuig wat ik heb gekocht. Een soort van slee van aluminium met een zadel en een handvat erop. En het best wel een lijp ding. Vering zit er zelfs in, een slee met vering, ken je die? Anyway, ik zat te kijken naar dat ding eventjes verder. Er zitten gewoon stelmogelijkheden op. Je kan gewoon op drie plekken verstellen. Dus ik vroeg me af waarvoor het was. Ik heb het in de livestream gevraagd, we kwamen er niet uit. Maar van de week gaan we hopelijk knallen met dat ding. Gaan we een schans neerleggen en dan, ja man. Ik ben echt benieuwd. Want rijden zo met die regen en die druppels en alles op de camera is helemaal drie keer niks. En ik was weer koppig net, ik heb al mijn motorschoenen niet aan doen. Want ik dacht, ja kom ik thuis, moet ik weer die hond uitlaten. Met die kut motorschoenen aan. Zit ik daar in mijn fans, in een fucking storm. In de regen, lekker pik. Dat is dan het enige wat wel weer leuk is in de regen.
Ja hoor. Three wheels move the... Is it? Two wheels move the body, three wheels move the soul. Ja man, soul riders. MP3's voor motorrijders die graag de wind in hun vagina willen voelen. Lekker man. Ja, was wel weer even gezellig met die boys. Je merkt wel dat iedereen ouder is geworden hoor. Soef is zeg maar eindelijk van KTM Duke 690 naar 1290 gegaan. Dus die is ook volwassen geworden. Memo is van, die bleef altijd hangen zo bij de max 750cc. Meer weet je, was een beetje te veel voor hem. Die heeft nou gewoon die GS 1200. Ja man. Zakaria op de FJR 1300. Halim, ik weet nog dat Halim, wat had hij ook alweer eerst? De Kawasaki 600 of zo, adventure bike. Nu ook gewoon 1290. Ja man, dikke dingen gehad. Memo komt in volle textiele pak. Soef komt in textiele jas met bijpassende kleur bij bike, alles. Ik kom in mijn regenbroek met mijn motorpak aan. We zijn echt oude lullen geworden, ik zweer het. Niet normaal, wat een oude man, jongen. Soef nog even en Memo nog even dik of rood gegaan, een metertje of drie. Adventure bikes, jongen, daar zijn ze voor. Oh. Ja, Daan, als je kijkt, hoor je me, gap? Lekker man. Oké, boys, we zijn bijna thuis. Ik ga snel Mokum uitlaten. Hopelijk is het zo meteen eventjes droog. Hebben we een wolkenbreukie. En dan planken we naar werk. Misschien komen we nog wat geinigs tegen. Alright fam, helaas. Het is niet droog geworden. Het is eigenlijk alleen maar harder gaan regenen net. Toen ik met die hond aan het lopen was. Even een kleine afsnij passie hier. We moeten het er maar gewoon op wagen. Want over een kwartier moet ik op mijn werk zijn, dus met het openbaar vervoer gaat sowieso niks worden. Maar fuck it, grap. We zijn gewoon dik ingepakt. Klein beetje water kan geen kwaad. We zijn niet voor suiker. Oh, wel koude voeten. Ja man, boys. En nog iets wat echt een must is voor motorrijders. Dat merkte ik gisteren ook weer. Memo hebben communicatie, Cardo. Maar de ouderen zonder DMC, gewoon met Bluetooth. Soef heeft geen. Die hebben gisteren gelijk eentje gekocht. Halima had eentje. Als je gewoon met z'n allen kan praten op die headset, heb je zoveel lol tijdens het motorrijden. Het is niet normaal. Met wat je allemaal tegenkomt en wie je uitscheldt of weet ik veel wat. Of, en plus voor de veiligheid, ligt iets op de weg, pas op voor dit, pas op voor dat. Maar het is vooral die lol, boys. Ik was altijd anti. Ik dacht gewoon, ja, als ik aan het motorrijden ben, dan wil ik gewoon met motorrijden bezig zijn. Ik wil geen muziek, ik wil niks. Maar geloof me nou, met Flip ook, jullie hebben het gezien tijdens die video's. We liggen helemaal in een deuk met z'n tweeën op die bikes, om wat we allemaal tegenkomen. Dus als je veel met vrienden rijdt of je bent van plan om met vrienden te rijden, ga echt kijken voor zo'n communicatieset. Want als je dit niet hebt, dan mis je zoveel lol. En mijn plan is dus, ja, tegen de tijd dat deze video online komt, is het al gebeurd. Maar er zijn hier wat boys altijd aan het skaten onder deze brug. En die hebben daar zo'n schansje neergezet. Dat lijkt me wel een mooie schansje om met die slee van overheen te springen. Zien jullie die daar al? Dus het plan is eigenlijk om die vrijdagavond te lenen. Daar onderaan die berg neer te zetten. Onder te laten sneeuwen. En dan de volgende dag eroverheen te springen. Zonder volgooien of niet? Huh? Nee, zo aan zo zijn we echt niet. Ja, ga maar douchen. Ik wacht op je nog. Oh, check die voice command. Je moet wel met een beetje een Engels accent praten, anders pakt hij hem niet. Hey Cardo, next track. Bam, hij gooit hem gewoon over. Strijder hoor. Bij Flip werkt hij niet, ik weet niet waarom. Hey Cardo, next track. Ja, doet hij het niet. Flip, je moet netjes algemeen beschaafd Engels, zo noemen we dat de Queen's English moet je praten, grap. Hey Cardo, volume up. Hij gooit hem gewoon harder, grap. Hey Cardo, volume down. Blijf. Deze is wat moeilijker, deze is wat voor de gevorderde. Hey Cardo, battery status. Hey Cardo, battery status. Hij doet wel iets, maar ik hoor het volgens mij niet door die muziek. Hey Cardo, fuck you. Hij gaat uit. Nee, geintje. Dat zou wel lijf zijn als hij gewoon denkt, fuck you! Chief is rijden. Dit is wel heel glad. Maar het klinkt toch wel heel lekker hoor. Hey Cardo, how fast were we going? Feel the heart. Hey Cardo, battery status. Hey Cardo. Battery status. Hey, Conyo Cardo. Battery Conyo status.
Hey Cardo, battery status. Oh, pak dit hem gewoon. Battery status full. Master, ja, ik heb net even opgeladen in de op pompeerd HQ. We interrupt this program for an important news announcement. YouTube ster, zeg even dat ze moeten abonneren op je eigen kanaal. Abonneren op mijn kanaal. Wat is je kanaal? Wat is je kanaal? Hallo, drakenkind, wat is je kanaal? Haley Herder. Ja. Oké dan. Wil je nog meer zeggen tegen ze? Nee. Nee? Oké. Nee, ik wil wel wat zeggen. Mijn fucking mic adapter is kapot. Dus aan de zijkant zet ik een mic adapter erin. Voor mijn GoPro. En dan komt daar mijn microfoon in. Hij is gewoon tijdens het rijden in één keer bam kapot. Hij pakte weer die audio van die GoPro. Helemaal kut, ik hoorde helemaal niks. Helemaal ruk bedoel ik. Helemaal niet leuk bedoel ik toch? Anders worden we weer gedemonetized. Dat was alles wat we hebben opgenomen die dag. Ik heb nog een 10 minuten videootje ervan kunnen maken. Wie komt er binnen gelopen? Kwakkie. Ah, Kwakkie. Ik heb er een 10 minuten videootje van kunnen maken. In de volgende video gaan Flip en ik jumpen. Met de snelmobiel, skimobiel, whatever het is, monoski. Ik wil wat vertellen. Zeg het eens. Even abonneren op Jurse kanaal. En liken. Ja. En belletje doen toch? Ja. Naast de abonneerknop. Ja. Oké dan. Jullie hebben het gehoord. Ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Later, wil jij je hand op die lens doen? Ja.